Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What is As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocone Review. Een aflevering waar een menig anime-fan 10 jaar op heeft gewacht. Uh, vandaag gaan we bespreken The Boy and the Heron van Hayao Miyazaki... Jongens, hebben we iets met anime? Eigenlijk niet. Niet Nee. veel? Nee. nee. Spirited Away, zegt u dat wat? Zeker, dat zegt me wel wat. Maar ik heb er niet echt iets mee ofzo. Oké, okay. geen affiniteiten meer. Nee, nee, nee. <laughs> Jij? Ik uh, kijk alleen Dragon Ball Z, man. Ah, alleen Dragon Ball Z. Dat is Je uh, zelf, jeugdcentrum. Uh, jeug zelfs dat ik. Mm. Dragon Ball Z, Naruto. Nee. En Naruto nog niet eens man? One Van, Punch? Eh, ook niet. Full <laughs> chan Shenron. Ja. Dat ook nog mee? Ook zeker. Ja, ja dan Yu-Gi-Oh. -Oh. Uh, Yu Beyblade. Beyblade. Ook oh, gekeken. Mega Man gekeken. Avatar. Avatar. Nee, man. Nee. Volgens mij wel, volgens yeah. mij wel, volgens mij wel. Nee. En dan uh, uh, Dragon Ball Z, Attack on Titans, Death Note. Dat heb ik ook gekeken, maar ik heb de... Zie je, dat heb ik dus ook. Ik denk bij mezelf, ik heb bijna nooit geen anime gekeken. Maar als je een beetje zo gaat ik heb, zoeken... En maar vroeger was het... Bidaman uh, had je, met die balletjes. Ja, je, Blade, Beyblade. -Oh. Uh, ja, bro. En, Mega Man is volgens uh, mij geen... Of wel? Hoe heet die man? Uh, dat was zo'n... Dat je... Van die robots. En dan kon je zo'n muntje... Alleen dat muntje was heel het hele systeem... Dat soort een puck zo. Uh, je je nee, afschieten? nee, niet die. Dat is Bidaman. Oh, binnen mij was, een balletje juist. Ja, maar wat ik bedoelde, is: uh, dan had je zo'n muntje. Hadtje, en die drukte ze dan in zo'n robot. en dan konden die robot kon vechten met elkaar. Weet je wat ik bedoel? Dus voor een kortje wil was... gewoon niet met werken. Ja, dat valt van. Maar nee, van dat, van was de... echt, uh, dat was zo'n uh, medaillon. en dat was eigenlijk de ziel van die, van die robot. Als je die hey medaillon ja. eruit haalde. en hey de een de andere de robot deed. Bij mij valt een kortje nog niet. Uh, <laughs> dan zou ik ja, nog een kortje bij jou die erin drukken. Het is een puntje <laughs> van mijn tong. Ja. Nee, ik weet het niet meer. Uh, maar ja, zoals ik zeg, uh, je hebt eigenlijk best wel veel met de anime. Ja, maar je hebt het niet door. Ja, ja, nee, ja Dat had ik dus ook. Door. Maar ja, uh, je hebt het wel begrepen. The Boy and the Heron. Laten we gauw beginnen. Jongens, The Boy and the Heron. Ik wil. Uh, niet per se in woord, maar ik wil kort van jullie horen. Wat, wat, wat vonden jullie van de film? Ik trap een keertje af met Hakan. Ik, uh, ik vond hem in het begin een beetje verwarrend. En het is niet echt. Ja. Ik weet niet, het trok me niet zo heel erg. Maar ook. Uh, nou, hoe die film begint, en op een gegeven moment veranderen er heel veel dingen. Dus, ik weet niet, die film die trok me niet heel erg. Dat kan, ja. dat kan. Ja, ja, ja. um, Meekt het ook niet. Kan <laughs> <laughs> je dat zeggen? Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, meeslepend of meeslepend. zo. Ja. Uh, het, voor mij, mijn ervaring dan, hè? Het, ja. uh, Ik werd een soort van ingezogen. Hmm. Uh, op een of andere manier, ik, ik voelde die jongen of zo op er of wat er. was. Ik vond hem echt goed. Ja. Ik kom er zo op terug. Ja. Wa wat dat is. Maar ja, 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 ik heb ja, ja, ja. Uh, technische feitjes. Oh ja, 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 ja. daar gaan het. we. Okay, here we go. go. Um, <laughs> nou ja, ik zal eerst even kort toelichten waar de film over gaat. Uh, Mahito is de overal karakter. Ik moest hem toch even opschrijven. want Terwijl heel de hele film iedereen Mahito, Mahito roept. Ben ik toch zijn naam vergeten? Mm -hmm. Maar uh, ja, Mahito uh, verliest zijn moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bombardementen. Uh, zijn vader trouwt met de zus van de moeder. Uh, vervolgens uh, nou, is zij zwanger. Uh, verdwijnt ze. En ondertussen is Mahito in een zoektocht uh, een, tegen een toren aangelopen. En uh, er is een heron. En die zegt tegen uh, hem de hele tijd van... Ja, je moeder leeft in een andere dimensie. Dus hop, ga die toren in. En uh, Mahito gaat op zoek naar zijn moeder. Dus dat is uh, The Boy in the Heron, kort samengevat. Ik moet wel gelijk beginnen met de uh, titel. maar de titel is verwarrend. Kijk, The Heron is... Wat is Heron in het Nederlands? Dat weet ik niet. Maar het, Toch? Is dat Oever, zo? Of een Rijger. Rijger, volgens mij. Ja, Rijger is het wel. Maar het. Rijger heeft bijna geen rol gehad hè, in die film. Of vond je wel? Ik vond hem echt. Uh, ja. je, als je kijkt naar de titel, dan denk je de boy in heron. Dan denk je die heron is echt een mm. cool guy of zo. Weet je wel, of een bird. En die gaat een grote rol hebben. En dit en dat. En in de trailer leek dat ook zo. Mm -hmm. Maar het was echt een sukkeltje of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar hij was wel een soort van de sleutel die hem naar een andere wereld bracht. Ja, toch dat dat, was, dat is zijn ja. part, toch? Maar aan de andere kant, Mahito was ook zo nieuwsgierig... dat hij op een gegeven moment zelf die toren in ging. Oh ja, ja, dat is ook zo. Maar ja. dan uiteindelijk uh, meet hij die reiger en die reiger... Blijkt echt een rare type te zijn. Nou, die die reiziger, die is. Ja, of het is een, een metafoor, een... wat ik niet heb begrepen. Hmm. Ja, die metafoor, ik, uh, ik zat er helemaal niet op te letten. Ik zat ook heel uitgeput in de film. En, jij was uh, uh, een ik, beetje in je hoofd aan het ik uh, denk ook wel dat. <laughs> het... Hij was in zijn hoofd in conflict met die jongen naast hem. Zo maar niet weet werkt. je, kijk, jij zegt er zitten heel veel metaforen in die film. Ja. Ik was sowieso, uh, ik zat wel moe in die film In het begin viel ik al bijna in slaap mm. en, uh, en op een gegeven moment Weet je, als je die metaforen dan niet door hebt Dan Het kan ook zijn dat het daarom gewoon voor mij Totaal niet interessant was ja. Maar eigenlijk, die, die reiger Wat ik van die reiger vind is In het begin komt hij echt als de bad guy over, weet je Komt heel aan, en uh, dan denk je van: oké, okay, hij gaat hier heel veel problemen. Ja, Meer mysterieus. Ja, toch? mysterieus. En dan gaat op een gegeven moment. Uh, komt hij. Die... blijkt een sukkeltje te zijn. Juist. Nee. En, <laughs> wat jij net zei, weet je. Maar in het begin <laughs> komt hij echt gewoon. Zo van: oké, okay, hij gaat heel veel dingen gaat hij leiden. Ja. Alleen inderdaad, wat jij zegt, het is gewoon echt een sulletje. Ja. Ah, je hebt het over. Uh, inderdaad, um, dat heb ik hier dan ook even meegenomen. Uh, wat hij Miyazaki's films maakt. Mm -hmm. Is. Uh, The moment of silence. Jij zei het al, weet je wel. Er is Zo'n constante spanning dat opbouwt. En jij ja. zegt, het is een uh, ding. Dus uh, in een interview zegt Hayao Miyazaki... dit is een, een ma, zoals ze dat in Japans noemen. En ma, dat staat voor... Even kijken. Uh, oftewel, leegte. Exact, leegte. Het leegte. 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 Dus wat hij doet... Is, normaal heb je bijvoorbeeld een actiescène, dan is het een soort van overbrugging. En dan is er gelijk weer een actiescène achteraan. Of er is een actiescène geweest en dan dit en dingen. Wat hij doet, is bijvoorbeeld Spirit of the Way. Daar kom ik zo ook wel weer op. Het is echt een van de eerste traders van mij in de Hayao Miyazaki-wereld. Um, wat hij doet, is hij geeft jou een moment of reflection. Hij geeft jou een rustmoment om ja. tijd bij, om bij te komen in tijd. Om de persoon te kennen. Om. Um, het verhaal te snappen. Dus een kleine reflectiemoment geeft hij jou. En dat doet hij dus bij to E ook. Dat is gewoon een goed voorbeeld. Ik zou bijvoorbeeld een shot kunnen maken... dat ze uit de deur loopt... en in de volgende shot alweer... dat ze in die ruimte binnenkomt. Ja. Hm. Maar wat doet hij? Hij zegt, hij doet, daar gaat die deur open. Je ziet haar eerst op trap lopen. Dan zie je haar door een luikje gaan. Dan zie je haar dit, dan zie je haar daardoor in. Dan zie je haar zus doorheen en daardoor in. En noem het maar op. Na zes minuten komt ze aan op locatie. Ja. En in die tussentijd is het even een rustmomentje, een soort van reflectiemomentje, even een kalmte momentje. Maar tegelijkertijd laat hij jou ook zien hoe groot de wereld is waar ze in terecht is gekomen. En dat zijn eigenlijk, dus... volgens zijn, 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 zijn eigen dingen zijn een soort van drie stappen. En dat is, uh, even kijken, uh, het bouwt constante spanning op, noem het maar op. Uh, het moet een thema hebben. Dus wat hij jou meer zaken doet, is heel vaak natuur en mens. Een soort van, dat is zijn thema. Um, er is altijd een immersive beweging in zijn ding. Dus ja. hij, er gaat een loketje open, ze gaat daardoor heen, en ze loopt de trap op, en dan zie je haar dus als het ware lopen. Er is dus een constante beweging en de timing moet goed zijn en dat maakt een ma. En dat is dan een zaakje film. Dus wanneer je zegt van het is een constante spanning, dat mm. creëert hij ook door ja. middel van die constante rust en de kalmte wat er in die film zit, tot het punt dat de plot echt omslaat, ja. en dan begint de film. Ja. Maar over, Leuk feitje? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, maar over Hayao Miyazaki. Uh, dit is toch een van. Dit is toch zijn laatste film eigenlijk? Uh, Tenminste, ja. dat wordt gezegd. Dat wordt gezegd, toch? Mm. Hij, heeft, uh, hij is uh, voorheen al twee keer met pensioen gegaan. Ja. <laughs> en en is hij is nu, duidelijk. zeg maar, teruggekomen uit zijn pensioen om dit nog even te maken. Ja. Hij en... is in uh, 98 gestopt. Ja. Of in uh, 97 met ja. Princess Monoke hmm. En daarna met Spirited Away was zijn comeback. En dat was zijn laatste. Ehm. Um, en na tien jaar hebben we nu dus. Oh ja, yeah, The Wind Rises kwam in 2013 mm. en dat is twee dingen inderdaad. Nee, wat ik zo leuk en mysterieus vind eigenlijk aan deze film is... Uh, ik heb ook andere recensies gelezen op Letterboxd of uh, Rotten Tomatoes en dat soort dingen. Iedereen heeft een soort van andere invulling van de film. Van qua <laughs> de symbolen, metaforen die je ziet. En dat maakt het zo mysterieus en leuk eigenlijk. Ja. Ik denk ook dat je zelf dan ook een soort van fantasie kan gebruiken van wat je ziet en wat ja. niet. Bijvoorbeeld, deze film is ook autobiografisch eigenlijk. Ja. Uh, 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 Semi-autobiografisch. Semi semi ja, want, van zichzelf. Ja, of zoiets, hij want die... Hayo Miyazaki. Hij heeft ook zijn moeder verloren. Ja. Uh, op jonge leeftijd. Zijn ja. vader werkte ook in een wapenfabriek. Ja. Dat soort dingetjes. Uh, ja, en dit misschien laat zien hoe erg hij zijn moeder miste. Dat, ja. dat hij dan eigenlijk Hayo is. Of uh, hoe heet hij die jongen ook, uh, Mahito. 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 Ja, <laughs> dat <hij> dat, uh, <laughs> ja, dat hij dat is. En uh, sommigen zeiden ook. Um, die reiger, mm -hmm. dat dat eigenlijk Japanse vlecht, vechtvliegtuigen waren. Mm, dat ze die zich... hem tot de rescue kwamen. Precies. Dat, dat soort van. Ja, dat Want kan. het leek soort van dat ze zich. Versch Want het is een man die zich verschuilt in een reiger. Ja. Mm. En dat lijkt op een. Snap je? Soort een soort van yeah, Ja, Ja, yes, dat soort dingetjes. Ja, wat ik van een film had opgemaakt is uiteindelijk. Um, hij gaat dus zijn moeder ophalen uit een mm. andere dimensie. Ja. Maar. Um, die Moeder, die kan niet mee uh, in die time and space. Ja. Want dat gaat het heden aanpassen. Ja. Uh, dus alles wat gebeurt, moet gebeuren. Ja. En dat is denk ik, in mijn mening, ja, de, ja, ja, de boodschap ja. van de film. Ja. Want als je je moeder ophaalt, dan gaat er wat anders veranderen. Dan, dat verstoort je tijdlijn eigenlijk. Ja, dus uh, 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 ja, nogmaals, in mijn ja, ja, visie precies. is het ja, ja. boodschap van de film... Ja. Um, dat dingen zoals ze nu gebeuren horen te gebeuren mm -hmm. uh, of anders loopt het heel anders in jouw tijdlijn. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Bijvoorbeeld als ik in Afrika was geboren. Ja, ja, nee, ja precies. Dat ja, is ja, even ja, een ja, heel ja, groot ja, voorbeeld. Ja, ja, ja. Maar als ja. ik in Afrika, dan zat ik hier misschien niet ja. of zat ik hier sowieso niet. Ja, maar er wordt toch gezegd dat dit echt zijn allerlaatste film is? Ja. In de, omdat uh, in de film zien we ook, ja, wat is het in de andere wereld? Uh, die man met die lange baard, yeah. dat die wilt kappen. Dat is Maito. Dat, okay, dat is uh, dingen. Hajo Miyazaki. Dat is Hayao. <laughs> en dat hij zijn soort van legacy wilt wilt overdragen. overdragen aan de jongeren Mijn. eigenlijk. Wie? wie is Maito dan? dan? Dat is dan Akan. Dat is Akan. Dat is dan vast wel een paar studenten ja. onder zich ja. hebben lopen toch? Ja, vast wel. Ja. ja. hij en zijn team hebben dus schijnbaar zeven jaar hebben deze film gedaan. Uh, mm. Gedaan. Miyazaki doet één maand over één minuut van deze film. Wow. En Studio Ghibli, zo heet dat dan Die ja. tekent nog steeds met de hand Alles, Gek. dat zie je ook ja, ja. Aan, de, aan, de, aan de stijl Jij wilde wat zeggen tussendoor, ja. of niet? Ja, ik wou even inhaken op dat uh, Met die timeline van jou oh, Weet oh, je? oh, nu heb je het weer gedaan ja. Ja, nee, nee. Maar dat, dat zie je in heel veel films Zie je dat terug dus ja, Als je dan teruggaat in de, ja, de tijd ja. en je verandert En je komt weer terug dat er heel die timeline is veranderd In Flash zagen we dat ook uh, ja, ook. Klopt, in Flash hebben we dat ook heel veel. Ja. Maar dat... Uh, daar wil ik eigenlijk op inhaken, maar... Ja, ja maar dit heeft vreugd. me wel nieuwsgierig gemaakt naar... Meerdere Miyazaki-films. Meer, ja. Het is soort van raar. Soms begin je met iemands eerste film, nu begin ik met de laatste film. Ja, <laughs> dus daar ja, 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 ga ik moet het, zo terug. Maar weet, weet je wat het is? <laughs> ik vind het wel... Uh, Miyazaki is een van Miyazaki's slechtste films. Dat wel. Oh, vind je? Ja. ja. Maar welke heb je nog meer gezien dan? Heb je nog uh, andere gezien? Ja, al die titels die blijven mij niet bij. Ja. Sowieso één titel blijft mij wel altijd bij. En dat is Spirited Away. Ja. En, um, ja, die is in 2009 uitgekomen. Maar die heeft ook 13... prijzen gewonnen, toch? Ja, Volgens mij, ja. toen was ik dertien of zoiets. Ja. Ik kan me nog wel herinneren... Ik was voor het eerst in Turkije naar die film gegaan. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat animatiestijl, noem het maar op, dat trok mij wel. Ja. Maar ik was dertien, dus ik begreep niet zo heel veel van die film. Ja. Dus um, ja, later ga je kijken en besef je wel iets beter... wat er gebeurt in die film. Maar dat was wel een soort van de eerste instap in die mm. Miyazaki-wereld. Ja, en daarna ja, ja. heb ik nog veel meer films van hem gezien. Ik heb nog nooit uh. een film van hem gezien. Nooit? Nee, man. Ja, je kan, kan al zijn ja. films wel checken. Dit is, zoals ik zeg, dit is misschien een van zijn minste films. Maar ja, dan ga je, nu zeg ik dit, hè? Maar je gaat alsnog van mijn rating schrikken straks, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar misschien, ja. Heb je, misschien ken je zijn films. Alleen, ja, de titel, uh, weet je wel. Ja, maar inderdaad. Maar weet je niet dat het van, van hem is. Dat van hem is. Ja, ja. Dat. Want ik ben ook meer zo'n persoon. Ja, ik kijk die film... En kijk, oorlog had echt veel in details. Hmm. Dat weet ik. Die let op techniek. En uh, jij let dan op de regisseurs en welke spelers erin zitten. Ik, uh, ik kijk naar die film... Hoe Hij let meester... altijd op de catering, wat ze eten. Ja, dat <laughs> zal het wel zijn. Nee. Maar ik kijk meer naar die is... film, hoe de meeste personen naar die film kijken. Ja. Want heel hmm. veel personen die gewoon een film kijken, die gaan... Oh ja, yeah, Jason Statham, oké. Okay. En nou, wie zijn die andere acteurs dan? Ja, maar kijk, maar kijk als ik niet wist... Ik heb wel het verhaal soort van, van tevoren gelezen voordat we naar de film gingen. Mm. Als ik niet wist dat het soort van semi autobiografisch zou zijn, ja. dan zou, zou, heel zou, naar zou ik heel anders naar kijken. Ja. Zeker. Ja, maar iedereen heeft een eigen kijk op films. Uh, ja. Nee, maar wat ik zeg, uh, dit was een van zijn mindere. Er was weinig, emotie of zo, man. Bij de andere films dat pakt je. De gebeurtenissen in die films mm. en zo, dat pakt je echt. Bij deze was er heel weinig. Ja, alweer laat, maar dat, dat was ook zo kort. Want uh, het, het het kwartje valt ook pas super laat. Ja. Of zoiets. Dat ze dan al bij die deur op staan. Het, op het einde snapte ik me. Ja, dat Toen is bij was ook in okay. dit gebeurd. Dus. Ja. ik zat echt ja. de hele film. Uh, kijk, jij zegt, ik heb vooraf heb ik gelezen. Mm. Jij stond er al een tijdje op te wachten. Ik kende de film totaal niet. En ik zeg ook heel vaak, ik ga blind in deze film. Ja. Want dan wil ik gewoon mijn reactie weten. Als je blind de film in gaat, wat zou je ervan snappen? Ja, ja, ja. Ik heb de hele film, dacht ik van, hij gaat zijn moeder redden. Nou is die andere vrouw. Wie is die andere vrouw? Dat had ik in het begin ook niet eens meegekregen. Ja, tijdens de introductie geeft, schudt hij wel handen. Ja, uh, weet de je. En die vader zegt ook, nou, dit is zij, weet je. Ja. En lopen ze zo door. Ik dacht bij mezelf, oh, het zal wel een vriendin van hem zijn of zo. En op het, einde, op het <laughs> einde, toen ze bij die deur kwamen. Ja. En toen was het in één keer oké, okay. zij is die, die is dat. Mm. Daar snapte je hem pas. Ja. Ja, ja. Maar dat was, uh, ja, zoals ik zeg, helemaal aan het einde viel het kwartje pas. En kwamen al die, ja, ja, ik spoil in principe ook niks, kwamen al die vogels achteraan. Dus alles was in een split second en toen was alles in één keer gedaan. En ja. dan is dat hele emotionele er soort van vanaf. En ja... Was het ja, zoals ik zeg, was het gedaan? En terwijl bij andere Miyazaki-films heb je een hele momentum om even te huilen als dat nodig is. Ja, even te ja, ja, ja dus ja, ja. het emotionele ontbraakt. Wat betreft muziek is het weer goed. Ik moest zijn naam wel even opzoeken: Joe Hisaishi. Excuus als ik vergeten uitspreek, maar nee, ja, ja, ik ben. Nou, niet zo thuis en al die <laughs> dingen, aziatische namen, ja. maar dat is schijnbaar ook de, de de componist die al zijn andere films heeft gedaan, dus okay. het betreft muziek zat het wel weer lekker in elkaar. Mm -hmm. um, ja, look and feel, gewoon de stijl van tekenen en zo, dat is gewoon elke film is weer gewoon precies hetzelfde. En dat vond ik wel unique. mooi. De werelden die worden gecreëerd. Alhoewel ja. deze wereld was was ook weer heel normaal of zoiets. Bij Spirit way bijvoorbeeld hè. Ik, ik blijf Spirit of the way voor in. Maar... Ja, maar we hebben geen vergelijkingsmateriaal. Dat is ja. het, dat klopt. Dat is een ja. beetje, beetje raar. Ja. Ja, sommige werelden van hem waren veel magischer, laat ik okay, zo ja, zeggen. Ja. Dit was een heel erg normale wereld. Ja. En dan liep hij die toren in. En dat was ook eigenlijk best wel een normale wereld soort van. Um, en dan in die andere dimensies was het gewoon mm. weer een normale wereld. En dan volgens mij aan het einde, toen alles in elkaar viel, was het iets apart, maar ja, ja toch ook niet heel veel, waardoor ik dit eigenlijk kan zeggen van, qua wereld en zo. dit is ook het, misschien het minste. Mm. Qua verhaal is het wat minst emotionele. Ja. Yeah. Maar het is al niet te min... Uh, ja, maar zaken films blijven gewoon goed. Wat en daarom blijkt, zeg ik, jullie gaan dat, schrikken dat van dat mijn blijkt, reactie. Dat blijkt. Um, Willen jullie een conclusie en rating inmiddels, of... Uh... Ja, oh. ik wil het beste afronden. Ik weet niet of jullie nog wat to, 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 to toe willen. Niet, uh, toevoel, uh, ik heb uh, niet conclusie Ik begin denk ik met uh, Hakan. Uh, voor mij was de vri uh, film vrij onduidelijk in het begin. Zoals ik zei al aan het einde wordt hij wel duidelijk. Voor de rest, ik weet niet man, misschien omdat ik de blind in ging, trok het niet heel erg mijn, mijn interesse. ja, zo dus, moeilijk film kijken, uh, als je blind bent, maar ja. <laughs> <Okay>. Zij, <laughs> ja, 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 ja. Ik, ik wou het nog. Uh, qua En dat einde van Die heb je wel. natuurlijk allemaal niet gezien. Wou ik het uh, een 3 geven, maar door je opmerkingen ga ik het een 1 geven. Ja, Ik geef het nog wel een 3-man. Want ik heb wel wat slechtere films gezien. Oké, okay. mm. wow, dat is, klinkt echt heel facked op. Ik ja. heb wel een slechtere films gezien. Alsof je uh, gewoon Nee, hebt... ik bedoel, we hebben een hele jaar film gekeken <laughs> vorig jaar. Dus, uh, ja. nee, mijn. Uh, ik heb niet zoveel anime's gekeken. Uh, verder... Ja, zoals ik al zei, de film... shen mag Ja, maar shen ja. is sowieso... Hij ja. is te vergelijken, kwaliteit. Tien sterren waard zelfs. <laughs> nee. <laughs> nee. Maar de film... Uh, die emotie vond ik wel mooi hoe het eruit kwam. Ja, een paar voorbeelden. Misschien als hij zijn moeder ziet liggen op de bank. Dat hij dan zo aanraakt, weet je Het komt echt diep... Ja, hoe zeg je dat? sterk naar voren hoe erg zijn emoties zijn of ja. zo. op een of ja. andere manier dat soort ja. en uh, ja ik ga het gewoon echt een uh, ja vier vier en een half ik zit ja twijfelen ja. ik geef de vier, vier laat ik het zo zeggen ja 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 in mijn geval is het zoals ik zeg het is um, niet zijn beste film Kijk, Spirit of the Way en de meeste films van hem eigenlijk kregen allemaal vijf sterren van mij hmm. En het is eigenlijk best wel fucked up dat ik die namen allemaal niet heb opgeschreven. Ik ben, ja, ik heb al een Mononoke heb ik. Mm. En uh, The Wind Rises. Uh, dat zijn ja, ook films van vier en een half, vijf sterren. Ja. En dit is dan vier sterren, denk ik, man. Ja, ja want het, zoals ik zeg, het is, het is niet echt heel emotioneel zoals die andere. Uh, het gebeurde allemaal aan het einde veel te snel of zo. Ondanks al het alle ma momenten mm. <laughs> ja, 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 ja. gebeurde het einde ja. allemaal veel te snel. Ja. Um, de wereld was gewoon vrij eenvoudig, leek gewoon de wereld waarin wij leven. Als je zegt ook dimensie, wees andere dimensie, dan verwacht je hele rare werelden yeah. en zo. Yeah. Maar ja, maar, dat het, is is zo. maar dat het is eigenlijk, maar het is ook weer van, timeline, ja, maar het is ook weer een dimensie wat, stel je voor er bestaat iets als een dimensie, zouden wij denken zoals het is bij elk andere sci-fi mm. film, zoals Rick en Morty en zo. Maar dat is ons soort van aangeleerd. Maar een dimensie kan ook dit zijn, hetzelfde wereld. Alleen de realiteit is anders. Ja, ja, yeah. ja, 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 dus ja. Nee, maar ja. Anders wordt het nu echt een uh, dingen podcast. <laughs> uh, en geef het gewoon vier sterren, man. Nog een klein vraagje. Uh, omdat jij meerdere films hebt gekeken. Uh, gaat hij weer met pensioen of niet? Komt hij terug? Uh, ja, ik denk nu. Nu is hij wel echt de laatste. Ja, hij heeft uh, volgens mij is hij 80 plus of zoiets. Maar okay, hij heeft nu ja, uh, tien jaar. Sinds de vorige mm -hmm. um, zeven jaar heeft hij over deze film gedaan. En de meeste films van hem duren ook gewoon zo lang. Vooral als je één okay, ja, ja. e e minuut per maand maakt. Ja, ja, dus, okay, um, ja. ja, het zou vast wel anderhalf of twee minuten per maand soms zijn. Mm. Want anders zou die berekening niet kloppen. Maar als je ziet in die, welke pace hij werkt en hij is 80 plus. Ja. Dan zou hij hooguit nog één filmpje er misschien uit kunnen halen. Ja, niks, <laughs> Met pijn ja. en moeite. Ja, ja. Um, laten we hopen van wel. Ja. Maar ik, ik denk het niet. De, okay. ja. Of anders wordt het echt zo'n... Uh, nee, niet Guse, denk ik. Uh, hoe heet hij nou? Die Feyenoord-trainer. Uh, hij zal, met tien, hij zal met tien, tien keer met uh, pensioen gaan. Uh, dit is echt de laatste, zei hij, weet je wel. Nee, <laughs> uh, Leo Benhocker. Uh, nee, godverdomme, jongen. Laat hem ons. Nee. ja, Blijf doorgaan. <laughs> echt, echt een bekende. Ja, hij zou, hij zou na Nederland ook stoppen Hij zou na Feyenoord ook stoppen en dan duikt hij ergens weer op. Dick advocaat. Dick advocaat precies. Yeah, yeah. yeah, 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 yeah. <laughs> Bij Rangers was yeah, zijn laatste en dan yeah. komt hij weer terug en noem het maar. Op. Ja, maar voor een zak geld komt hij wel weer terug. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het mooiste is altijd uh, <laughs> van uh, Rangers, uh, dat ze aan hem vragen: uh, you know uh, the trainer? Yeah, uh. Do you like Dick? <laughs> <laughs> Maar uh, ja, 3,5, 4,5. Of nee, sorry, 4. Drie. Of? Oh, 3. Ik zei 3. Hij zei 3, oh. oh, ja, ja. wij tegen 4. Laten nee. we gewoon 4 van maken. <laughs> <laughs> ja, is toch ook zo? Wat is dat? Ja, ja. Hoezo? Is 3,75 ja, of zoiets? Goed. Afgerond. Hey, ik zag je wel kijken naar de camera met zo'n rare blik. <laughs> nee, maar ik... Uh, laten we gewoon 4 van maken. Um, The Boy and Aaron. krijgt van ons 4 uh, sterren. Dames en heren, we zijn weer aan het einde gekomen van een review-episode. Hebben we genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Terwijl je daar rondhangt, vergeet dan niet het belletje aan te zetten. Een review achter te laten, een comment te plaatsen en de podcast te delen met je vrienden. Ook zijn we te vinden op verschillende social media-platformen zoals TikTok, Instagram en Facebook. Op Facebook heten we De Videocorner. Op Instagram, at The Videocorner en op TikTok ook. Volgende week zijn we terug met een reguliere aflevering, waarbij we drie films gaan bespreken: Society of the Snow*, uh, of the, Snow *The Beekeepers* en *Priscilla*. En *Priscilla*, ah, juist. Klopt. Dat zijn ze. Um, volgende week maandag om 8 uur op je favoriete podcast-app en of op YouTube. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jeel, bedankt. Hallo Mia Geniet van je pensioen. En dames en heren, tot volgende week. Heb jij genoten van onze afleveringen? en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverterenbeck